De VP is heel verbaasd over het besluit van de BVL en de ALS om de acties te continueren. Hij zei dit gisteren op een spoedpersconferentie op zijn kabinet. Het vrijmaken van 4 miljoen SRD voor het uitvoeren van de herwaardering voor leerkrachten heeft niet geresulteerd in opheffing van de staking van deze twee bonden. De leden eisen namelijk dat de uitbetaling van de herwaardering binnen een week geschiedt in plaats van eind mei. De eis voor uitbetaling binnen een week is volgens Adin onmogelijk. We willen niet tot eind mei wachten, wat al bijna onmogelijk leek. En we willen binnen een week het geld hebben. Nou, ik weet niet welke tovenaar ze zoeken. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk. Ik bedoel, iedereen die van de staat geld ontvangt, weet dat het een maand kost om zaken te verwerken. Hoe kunnen wij in een week tijd dat storten? Het is een onmogelijke opgave. Dus dat is logisch voor elke burger in dit land om te begrijpen. Dus dat lijkt zo onrealistisch. Zelf als je dat geld wil geven, kan je de man toch niet persoonlijk geven. Ik bedoel, kom nou. Je moet toch dat ding administratief verwerken. Het kost je 2-3 weken. Er is niet zomaar een proces van 2e week. Moet alles ingediend zijn van onderwijs naar financiën. Alles in het systeem geplaatst en uiteindelijk komt de uitbetaling. Dus het is onbegrijpelijk. Het is niet te vatten wat precies daarachter schuilt. Om te vragen een week. En dan te zeggen, als wij niet in binnen een week krijgen, dan gaat de staking door. De uitbetaling van de herwaardering per eind mei 2017 aan alle leerkrachten is na een gespreksronde met de VOLS overeengekomen. De VOLS was kritisch en niet helemaal tevreden met alle voorstellen, maar heeft zich constructief opgesteld, meent Adin. Eigenlijk was de VOLS heel kritisch en toch wel een beetje boos in die zin. We hebben afspraak voor juni. Oké, u bent regering, u bepaalt. Maar wat wij vragen is, als nu, we leven nu de eerste week mee, en u zegt u hebt 4 miljoen, een paar dagen geleden, wat is het volledig herwaarderingsbedrag? En als er niet veel verschillen van 4, waarom zouden we nu allerlei exercities gaan maken? Want we hebben gevraagd aan BVL en VOLS, dus maak een exercitie hoe we die 4 miljoen moeten verdelen. Nou, VOLS zegt, historisch hebben we deze fout al gemaakt. En we hebben allerlei exercities gedaan, het heeft dagen gekost. Nu hebben we de infrastructuur niet om die exercities te maken. Kijkt u gewoon wat het verschil is tussen die 4 miljoen en het volledige herwaardingsbedrag. En geeft u gewoon alles. Als u dat kind geeft. Al moet u het extra, dan kost het ons heel veel werk minder. En dat is wat we willen. En als u zegt, u kunt het in mei doen. Tot zover vicepresident Ashwin Adin op een spoedpersconferentie op zijn kabinet. Hij is verbaasd dat de leerkrachten aangesloten bij de BVL en de ALS de acties niet zullen opheffen.